Op dit moment zijn we op de Fabi-haven, omdat er onlangs een melding is geweest van een oliespil, een olievlek, die dus bezig is zich te verspreiden op de Suriname rivier. En in dat kader hebben we een assessment team gestuurd om te komen kijken hoe groot die vlek is en wat mogelijkerwijs het gevaar is van die olievlek. Onze assessment teams die hebben wat samples genomen en die zijn dus met medewerking van Staatsolie hebben wij die samples gestuurd naar een laboratorium en waar een analyse van de olie daar zo gedaan wordt. We zijn nog wachtende op het resultaat daarvan. Verder moet ik ook zeggen dat de olievlek zich niet alleen heeft geconcentreerd op één plaats maar dat de olievlek heel verspreid is geworden op dit moment. En kennelijk is dat door het effect van eb en vloed, dus het getij. De plaatsen die op dit moment gerapporteerd zijn waar die olievlek geraakt heeft en aan de oever is gekomen, is dus bij Fabi zelf. De Koeldiepsinghaven heeft er last van gehad. En verder hebben wij Marina Durga, hebben wij de rapportage dat er daar ook olie is aangespoeld. En we hebben dus in elk geval, doen wij nu een assessment om te kijken. En wat wij dus verder gaan doen is, we starten in principe vandaag met het precies bepalen waar die olievlek zich bevindt. En dan gaan we dus dat containen. Dat doen wij met booms. Er gaan booms geplaatst worden, zodat die vlek niet groter wordt. En dan gaat het opruimen beginnen. En we gaan beginnen met het opruimen van de olie die nog in het water is. En daarna gaat het proces zich voortzetten naar de olie die is aangeplakt op de diverse aan de kades en op de diverse aanmeerpalen die we hebben gezien. Dus dat is op dit moment wat wij op dit moment bezig zijn te doen. En dat is, we wilden daarvan bekendheid geven. We hebben de maritieme autoriteit als eerste ook ingeschakeld. De maritieme autoriteit die is belast met het onderzoek van dit soort gevallen. Dus zij zijn op dit moment ook wel bezig met het onderzoek. De maritieme autoriteit hebben wij ook gevraagd om te helpen met het precies pinpointen van waar de vlek op dit moment is. En zij zullen dat samen doen met de kustwacht van Suriname. Verder hebben wij ook ervoor gezorgd dat er wat informatie zal gaan, de communicatie zal gaan naar de burgerij. We weten dat er vissers zijn die van deze plaatsen gebruik maken. En de communicatie met de vissers, dat is ook opgestart. Dat doen wij via het commissariaat van Paramaribo Zuidwest. En zij zullen dus samen met de buurtmanager, de politie, zullen zij de diverse structuren informeren, zodat de informatie verder kan gaan naar de bevolking, in dit geval ook de vissers, zodat zij dus rekening houden dat deze olievlek er is en dat ze dus in elk geval dat daar bedacht op moeten zijn. De maritieme autoriteit die gaat vandaag ook een wat wordt genoemd een notice to mariners uitgeven. Dat is een BAZ. Dat houdt in dat de maritieme autoriteit officieel een bericht aan zeevarenden gaat geven, waarbij aangegeven gaat worden dat er een olievlek is en dat de mensen die gebruik maken van de rivier daar rekening mee moeten houden. Ik denk dat dat een internationale verplichting is en dus daar voldoen wij op dit moment toe. Dat is een beetje informatie. Nee, nog één ding in het kader van wat we hebben gedaan. Vanmiddag om 1 uur is er een bespreking geweest op NCCR. We hebben de diverse partijen die getroffen zijn, maar ook de partijen die verantwoordelijk zijn, hebben wij gevraagd om bij ons te komen. We hebben de National Oil Spill Contingency Plan hebben wij gedeeltelijk geactiveerd. En in dat kader hebben wij ervoor gezorgd dat de mensen geïnformeerd zijn geworden. We hebben afspraken gemaakt wie doet wat. En
Voor verdere activiteiten zullen wij met elkaar blijven communiceren, zodat we dus totdat de zaak helemaal is afgelopen. Ik wil toch nog gebruik maken van deze gelegenheid om te vragen, want deze spil is niet gewoon gekomen. We willen vragen, als iemand heeft gezien wie hiervoor heeft gezorgd, dat wordt doorgegeven. Het is of aan de politie, of aan de Maritieme Autoriteit Suriname, of aan de Kustwacht, of aan NCCR. Kan dat worden doorgegeven. Zodra men heeft gezien hoe het komt, dat die misschien heeft iemand olie geloosd, et cetera. En dan zouden wij heel erg graag gebruik willen maken van de mensen om ons aan te kunnen geven wat er precies heeft plaatsgevonden en wanneer die spil precies is gekomen. En wij doen verder een algemeen beroep op de bevolking om, als er ergens is dat die oliespil is aangedreven, dat er voorzichtig wordt omgegaan, vooral met open vuur, omdat we weten het is toch wel olie. En hoewel de kans dat het in brand gaat heel erg klein is, moet het toch niet worden uitgesloten. En we willen dus toch wel vragen dat de mensen voorzichtig zijn en dat wij natuurlijk alles eraan zullen doen om zo snel mogelijk de zaak op te lossen, op te schonen en op te ruimen. Dank u wel.